We hadden het over het frame van variabele uitkeringen. Je had nu de wet verbeterde premieregelingen. En mensen hadden dus een premieregeling en konden altijd kiezen tussen een vaste variabele uitkering. Het solidaire contract heeft ook gewoon een variabele uitkering. Dat staat ook gewoon zo in de wet. In het flexibele contract kunnen mensen die ingevaren worden, gepensioneerden, die kunnen eenmalig hebben ze de keuze om een vaste uitkering te kiezen in plaats van een variabele. En daarmee hebben ze ook handelingsperspectief. En ik vroeg me af hoe de minister daar tegenaan kijkt, om dat ook voor de solidaire contract te doen. Ja, dan wilde mevrouw Jozef een nieuwe markt gaan creëren voor vaste uitkeringen. Die zei, ik ben niet op aarde om markten voor pensioenen te gaan organiseren. Maar belangrijker is het denk ik dat het gewoon ook met redenen is dat het solidaire contract dat zo niet heeft. Want je hebt daar namelijk ook een solidariteitsreserve. Je hebt daar gewoon ook de risico's en de solidariteit met elkaar die je deelt. En dat is echt een wezenlijk ander contract dan het flexibele contract, de flexibele premieregeling. Waarmee je dus wel met die vaste en die variabele beter uit de voeten kunt. Maar dit heeft echt te maken met ook de keuzes die dan natuurlijk gewoon ook door een werkgever worden gemaakt. Ook voor wat het beste past uiteindelijk bij de deelnemers. Of je in een flexibele premieregeling of een solidaire premieregeling dit gaan doen. Dus daarom hebben wij, en dat heb ik niet alleen gedaan, dat is ook echt door de sociale partners zelf ook gezegd. Als je, in dit geval heet dat dan shoprecht, zeg maar, voor wat mevrouw Jozef wil in een solidaire premieregeling. Ja, dan is het nog maar de vraag hoe solidair dat is, want je gaat kijken naar je eigen situatie en wat dan gunstiger is. Terwijl het kenmerk van een solidaire premieregeling is dat je collectief en solidair bij elkaar zit. Dus ik ga dat nu niet voorstellen, het staat ook niet in de wet, maar dit is ook echt een wezenlijke aantasting van de solidariteit die in dat contract zit. Zowel flexibele als solidaire regelingen hebben een variabele uitkeringsfase. Dat is eigenlijk precies hetzelfde en daarboven staat dan afhankelijk van de regeling een solidariteitsreserve of een risicodelingsreserve. Het is niet de solidariteit die je doorbreekt, het is dat je gepensioneerde handelingsperspectief geeft eenmalig. Voor de flexibele regeling is het ook eenmalig dat gepensioneerden dat mogen doen, speciaal voor het invaren, zodat ze handelingsperspectief hebben. Dat was eigenlijk het enige wat ik vraag. Is de minister bereid om handelingsperspectief te geven aan gepensioneerden die naar de solidaire regeling gaan? Nee, voorzitter, want dat heb ik net ook al uitgelegd. Dit is ook een onderdeel geweest ook van de discussies natuurlijk met de sociale partners. En de aard van het contract is zodanig dat je bij de solidaire premieregeling ook dat allemaal bij elkaar houdt. Omdat je niet een keuze gaat geven tussen vaste variabel, omdat je dan ook goede risico's en slechte risico's krijgt. De flexibele premieregeling, de aard van het contract is echt anders, waardoor je die keuzes eenmalig inderdaad kunt geven. Waarbij dan ook nog een beperkt shoprecht is, waardoor je eventueel naar de verzekeraar kunt gaan als je daar een andere uitkering wil dan dat jouw werkgever aanbiedt, zeg maar, of jouw fonds op dat moment aanbiedt. Maar omdat die solidaire echt wel anders daarmee vormgegeven is, ga ik dat ook niet doen, want het doorkruist ook echt de solidariteit. Dit handelingsperspectief heeft helemaal niks te maken met goede en slechte risico's. Het is meer dat sommige mensen, we moeten ook een risicohouding uitvragen bij pensioenfondsen. Sommige mensen zijn minder risicobereid en anderen zijn meer risicobereid. Het kan zelfs voordelen geven als de mensen die minder risicobereid zijn uit het fonds kunnen gaan met shoprecht. Dan kan je wat meer risico aanhouden in het collectief bij de solidaire regeling. Maar voorzitter, even dan concreet waar we het over hebben. Dan gaat er dus geld van een fonds eruit richting een verzekeraar. Dat kan bij de flexibele premieregeling, omdat we daar gewoon een aantal keuzes hebben gemaakt. Maar ik denk dat we eigenlijk het grote goed van ook de fondsen die we hebben met elkaar, en dat ook geld bij elkaar houden, daar ook in de uitkering met elkaar ook zitten, dat we dat ook niet moeten veronachtzamen. Ja, dus de mensen in de flexibele regeling, die krijgen wel de kans op shoprecht en die hebben wel handelingsperspectief. En de mensen in de solidaire regeling worden door de sociale partners gebonden aan de variabele uitkeringen, die echt variabel is en mee gaat bewegen met de beurs. Dank u wel. Maar voorzitter, omdat die solidaire premieregeling ook solidaire elementen heeft, ik kan het 10 keer herhalen, waarmee het variabele ook gedempt wordt, dat die schokken gedempt worden, omdat je nou eenmaal zo'n solidariteitsreserve hebt. En dat is dus echt wezenlijk anders. Je zit een soort
twee appels met peren te vergelijken. Hij zegt, de een mag het wel en de ander mag het niet. Het zijn twee verschillende contracten waar verschillende voorwaarden aan zitten, waarmee dus ook verschillende uitkomsten daarin mogelijk zijn.